Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer je alles over bloemschikken. En ik heb vandaag een video voor jullie die geïnspireerd is op een eindopdracht van mijn school jaren geleden. Echt heel lang geleden. Maar ik was even door foto's aan het scrollen en toen kwam ik deze foto tegen. Hierin kregen we de opdracht om een lamp te maken bij een thema. En ik had volgens mij het thema Marokkaans. En daar heb ik hier zo'n mooie lamp bij gemaakt. En ik denk, oh, dat is ook heel erg leuk voor een bloemstuk om het op deze manier op te bouwen. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt onder kopje cursuspakketten. Ben je snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We maken de basis met polygoonstokken. Deze zijn bijna helemaal ingedroogd. Het mooiste is als ze echt helemaal ingedroogd zijn qua kleur, want we gaan met warme tinten werken. En dan is het heel mooi als ze helemaal ingedroogd zijn. Dus dat gaan we doen. En hier maken we eigenlijk een frame mee. Ik wil eigenlijk dat straks mijn bol er dus invalt. Dus we gaan hem zo kruisen. En dat zetten we vast met... eerst maken we even een tapeje erom. En daarna wikkelen we hem af met touw, zodat hij mooi is afgewerkt. Ik begin eerst met het kruisen van één frame. En dat zet ik dus even vast met caoutchouc of bloemistentape, hoe je het ook noemt. Als je deze vast hebt aan elkaar, dan voegen we deze nog even toe. En je kan dit natuurlijk zo groot maken als je zelf wil. Ik vind hem zo mooi vallen. En ook daar tape ik even wel mee. Soms is het ook handig als je hier even iemand bij hebt. Dus haal je man uit de schuur. En vraag eventjes of hij wil helpen. Dan kan één iemand het vasthouden en de ander tapen. Maar anders moet je het maar alleen doen. Ik doe het ook alleen. Kan wel hoor. Oké, ik heb het frame in elkaar gezet en misschien dat ik hem straks wel iets korter doe, maar daar kijk ik straks op het eind even naar. Ik heb een bol, een 12 cm bol, en die ga ik straks vullen en strak opmaken met bloemen. En die komt er dan hierin te liggen. En dan kan je eventueel later nog hem bijstellen. Ik wou eerst met touw omwikkelen, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het caoutchouc alleen eigenlijk nog mooi vind. Dus dat laat ik zo. Maar mocht je het leuk vinden, kan je hem natuurlijk altijd nog extra met touw omwikkelen. En hierin gaan we dan de bloemen verwerken. Ik heb besloten om nog iets meer stevigheid te geven en nog één extra stok toe te voegen. Zodat de bal er net iets mooier invalt, maar ook het frame iets meer stevigheid heeft. Dus even puzzelen waar ik hem dan wil. En die tape ik er dan ook aan vast. En op het eind kan je eventueel de stokken nog korter maken. Ja, dit wordt hem. En dan tape ik hem daar ook aan vast met het caoutchouc.
vast. En dan kan hier een 12 centimeter bol in komen. Je kan hem eventueel nog iets verder omhoog doen. Vind ik denk wel iets mooier zo. Ja, zo vind ik hem mooi. Dus heb ik hem nog even één keer stevig. En ik maak hem alvast even iets korter. Ja, geweldig. Dan gaan we de bol vullen met allemaal mooie bloemen en mooi compact. Ik doe dit in mooie warme kleuren. Begin echt aan één kant aan de bovenkant en dan doe ik later de onderkant, want dan wil ik hem eerst even op het frame zetten. Want je zult zien dat je dan niet overal de bloemen in hoeft te doen. Dan gebruik ik een beetje Tilantia. Kan je ook de laatste gaatjes mee opvullen. En dat doe ik straks verder. Ik ga hem nou eerst op het frame zetten. Oh, dit is toch fantastisch. Ik zag dat hij er goed invalt. Aan de onderkant heb ik nog niet alle steekschuim gevuld, maar dat ga ik straks verder doen als hij erop staat. Kijk, eerst ik zorg ervoor dat hij er goed opvalt. Waar nodig is, haal je even een bloemetje eruit. En wat nou nog zichtbaar is, daar steek ik ook bloemen in. Er is niet veel meer zichtbaar, maar net die laatste beetjes. Ik vind hem echt tof. Het is echt net mijn lamp, ook dit model. En dan is dit hem geworden. En echt aan alle kanten heel erg mooi. En ook wel spannend door hoe die in het frame ligt.
En je kan het frame dus helemaal zelf maken zoals je wil. En zo buigen zoals je zelf wil. En als je de basis goed hebt, dan ja, valt die bol er ook echt heel mooi in. Wil je dit nu graag zelf maken? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het DIY-pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder een kopje cursuspakketten. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. En je kan me ook volgen op Facebook of Instagram, dan mis je niks. En blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond het leuk? Doe een duimpje omhoog. En zie je mij de volgende keer weer. Doei!